door. Dan is het onder nummer 8. Houdt u die machine in de gaten. Dat is Michel Brunnekreef en Tino Morren met 280 pk. Top Gun, nationaal kampioen in 2011-2013. Onder en dan zien wij duidelijk dat ook de Tijsters met nummer 37 terug naar voren waren. En op dit moment is het de nummer 46, de Rossi uit het Drentse land, maar de nummer 8 is in aantocht. En dan is het binnendoor, natuurlijk, Friesland, hij moet alles gaan geven. En dan is het hier de mannen uit Tienje. Op dit moment hebben ze alweer een lekker bal. En het noodlot slaat opnieuw toe voor de mensen uit Friesland, maar ze geven niet op. Deze mannen moeten nu achteraan sluiten. We gaan even kijken naar de... Go. Hier staat Rolf van Gunnewiek. Die rijdt in de greppel in en verliest daarmee kostbare positie. En zoals gemeld, Dennis Rossi, dat je samen met Teun kwijt. En opa van Wijk en Frank en zijn natuurlijk aanwezig. We gaan kijken naar de kop van de wedstrijd. Het is natuurlijk Rossi. Pakt hier de binnenbocht. En dan komt Tino Morren, dacht ik, onder nummer 8. De nationaal kampioen van de jaren 2011-2013. En dan kijken we natuurlijk aan... Oh, Wim. Het gaat hier bijna helemaal mis. Het is inderdaad de machine uit Fries. Oh, hij pakt hem weer terug en hij ziet naar de tweede plaats. Er is Timo Morren die de aanval is op de tweede plaats. En het is onvoorstelbaar jammer dat de nummer 37 van Bertens van der Meer en Ruud Zonneveld nu al in de greppel ligt. Maar dan gaan we weer overschakelen naar de kop van de wedstrijd. En dan komt de aanval van nummer 8. En er is Timo Morren. Een vervaarlijke klant. Maar dan is het de nummer 46. Dennis Westerling en Teun Krijten. Houdt Dennis Westerling hier de deur dicht? Of komt Timo Morren dichterbij? Oh, kijk eens hier. Het gaat hier fout. Dennis Westerling gaat hier dwars over de baan. Met Timo Morren vast. En dan is de Dennis Kuiper die profiteert. En Dennis Kuiper van het gele geweld. De Attila van Anderveense kanaal. Dus longblazen, schreeuwen om zuurstof. Want dat heeft hij nog nooit eerder meegemaakt. De nummer 8 op dit moment op een... Tweede positie. En dan is het de man uit band. Hij moet eruit te maken, de destroyer. Onder nummer 6. Met nog twee ronde wedstrijd. Ja, dan lijkt het in een spoiler Rian. Maar Timo Morren geeft nog niet door je op. Loopt nog steeds meters in. Wat een tempo hier. Hoppelie. De afgelopen jaren heeft natuurlijk het Circus en Combined Racing een enorme sprong gemaakt. Want we zien op dit moment nog steeds de Attila van Anderveense kanaal onder nummer 5. En dan de nationaal kampioen onder nummer 8 is er natuurlijk er veel aangelegen. Want hij wil naar de top 3. Op dit moment heeft hij 216 punten. Vorig jaar goed voor de zilveren positie. Laatste ronde, dernier tour. Last lap, laatste ronde. Harm van Jong. Ja, Dennis Kuiper die kan bijna de duim omhoog steken. Hij neemt hier even een brede boog, zwaait naar het publiek. Rob misschien een sigaretje, je weet het niet. De man heeft alle tijd. De punten lijken in de pocket. Royalstein Engine, de herstructureur met die 220 pk Puggy Power. Het is de Puggy 3 op dit moment onder de nummer 36. En dan is het wachten op de nummer 5. Hij pakt hier zo dadelijk als eerste de 20 punten. En de Attila uit Anderveense kanaal, hij is blij. Hij kan het huilen bijna niet bedwingen. De nummer 8. En let u op, het lijkt erop dat hij ook niet helemaal lekker in zijn vel zit. Schokschouderen krijgt hij hier op het zwart met de dundoek. Heeft er wel 16 punten bij. Harm, is het voor jou ook mogelijk om even contact te leggen met Bertus of Ruurs? Ik zal eens even mijn best doen. Maar het is ontzettend jammer, deze mannen hadden er zich zoveel van voorgesteld met de tyfoon uit Tienje, de Flying Frisian. En nou staat hij hier in de greppel, de linker voorband helemaal aan flarden gescheurd. Wat hadden we gehoopt dat deze mannen hier op een furieuze wijze...